En dan hebben we toch een trio'tje in Shetlanders, hoe ziet het? Fantasie voor drie. En dat ze mannen van kunnen rijden. Angespannen en nog daarna. Maar erbij loopt. Niet als laatste, want ik loop daar kijken. Wij zien het natuurlijk. Is die red precies? Ja. En dat is ook niet druk, maar dat is daar ook wel mooi. Graag in de voorring in verband met het dagkampioenschap binnen de sectie A. Het aanvullende winterland door de hoofdstrip 613-601-592. Binnen de sectie C, het veulende vindt zich in de hoofdring, verder nodig. 637 wordt uitgenodigd in de voorring, alsmede 647-648 in de voorring. Op de raad voor de Wildzangs wisseltrompet. Oneven, maar er zitten ook toppers tussen. De beste drie worden straks ook weer op dezelfde manier naar voren gehaald. En daarna krijgen we een andere limietklasse van Friesen of dat weet ik niet. Maar daarna komt pas die finale. Kunnen de paarden even op adem komen. De finale is dus niet gelijk hierna. Er zit een andere rubriek tussen. En daar gaan ze weer, heel geconcentreerd. En de 1PK moet wel voorraad willen en deze mooie vos die heeft er nog eventjes geen zin in zoals de baas het wil. Maar dat komt natuurlijk zo meteen wel. En hij moet ook een beste draf laten zien. Ze beginnen nu de beste stap die ze maar in de benen hebben. Ziet dat op dit moment, dames en heren, de ruimte van de woorden in de rand. Heeft de leidjes in handen. Wat ga je hier opstellen? Op goud is nummer 5. Van de Zeeuwse dag van het paard. En we begroeten de romante zussen, CGT van de Heraad Geurts en nummer 105, dat is Doeken van Heet Vijzen van dit. Ik ga met alles zo is, ik ga met alles gehoord zijn.
Stop, je rijdt een stap. Ja, dat is dat. Wat een zweepmoment, wat een schoonheid. Thank you.